Morgen. Morgen. Nou, onderweg. Vandaag een rondje Drenthe Friese Wold. Met gastloper Pieter de Nedel. Ja. In de summer gaat niet door, dus ja, je moet toch wat. Wij lopen wel volgens de social distance. Ja, wij lopen volgens de anderhalve meter. Dus we zijn allemaal getest van tevoren, de temperatuur hebben we opgemeten. Dus dat gaat allemaal goed. Dus nou ja, verder maak een mooi rondje van. Ik zal het parcours onderweg wel even af en toe filmen. Ik heb het harnas om. Dus maak er wel moois van. Heb je nog een mooi weetje over het onderduiken zal te vallen als toeristbegeleider hier? Nou, weinig dus. Boomstronk heb je hier wel. Dat heb je net als bij de ISU vorig jaar, maar dan moesten we eroverheen. Nou, 20 kilometer erop zitten. De diever. Goed aan het lopen. Lekker onderweg. Even water getapt in diever. Dus en aan de Hunenberg, kijk. Kijk. Daar ergens in de verte kun je ze zien. Er staan ook wat mensen bij. Dus nou, het gaat goed. Of niet? Ja, zeker. Ja, hoor. Allebei nog blij. Lekker weer dus. Lekker weer. Ja. Ja, verder nog wat moois te vertellen voor onderweg. Cool. We gaan nog een klein stukje op deze rond. En dan richting de kale duinen. Van en naar meer. En dan snel in de buurt. Kijk, daar zijn ze in de bos. Het bos, sorry voor iedereen. Het is het bos. In mijn taal is het de bos. Voor jullie het bos. Maar we zijn onderweg. Nog steeds. 23 kilometer. Dat betekent dat we halverwege zijn. Ik word op dit moment even achtervolgd door twee lopers. Twee extreem goede lopers trouwens. Pieter en Paul. Dus hier loopt veel ultra ervaring. Maar goed 2 uur onderweg, bijna 2,5 uur. Lopen, lekker ontspannen. Het zijn mooie reizen, de bos, het bos. En gaat goed. Zagen we net even een mooi stukje natuur. Prachtig. Kun je er dan toch van genieten, Net onderweg nog even langs de verzorgingspost gekomen. Dat, een blikje ratelen gekregen van iemand. En kunnen nu heerlijk door. En dan bij Canada weer de laatste echte. Oh, wacht even. Ik ga even naar Paul toe. Oh, oh, oh. Ja, die gaat even vertellen waar we zijn. We zijn bij Canada weer, de laatste toeristische stop van de rit. En dan nog een kilometer af naar huis of zo. We zitten weer op, hè? Ja, doen we even een rondje van de zaak. Hey. Heerlijk. Nou, dit is dus het Kamermeer. Kijk. Kijk hoe laag die staat, hè? Ja. Heerlijk, mensen met een hond. Kindje in het water. Je moet iets verder, dan lopen je lazen vanzelf vol water. Dat heeft hij gisteren al gedaan. Het is hier glad parcours.
Maar gaat goed. Met de hardlooptrainer, Pieter den Edel. Kijk. Die voelt zich goed. Die loopt als een zonnetje. Ik ben nu op het ganzenbordpad bij Appelscha. En ik heb hem maar nog geklokt. Dus nog een klein stukje naar Pauls huis. Nou, gaan ervoor. Dit was de ronde vandaag, jongens. Laatste heuveltje. We komen nu weer aan bij Pauls in huis. Voelt nog goed. Dat liep ook nog wel lekker ontspannen. Dus volgende keer weer. Goed, we naar de kloten. Pieter is naar de kloten, zegt hij. Maar hij mag ook wel naar deze afstand. Nou, mentaal is het gewoon zwaar. Ja, het is ook zwaar. Ja. Nou, nu een soepie. Wou je nog wat vertellen, Paul? Hoe voel jij je? Dat ging goed, toch? Dat was leuk. Mooie ronde. Ja. Nou, bedankt Paul was gids. Ja. Prachtige route gehad. Dat dacht ik. Langs het onderduik van Noord-Nederland, hè? Ja. Nou ja, en tot de volgende ronde maar weer. Yo.